We hebben een rampenoefening georganiseerd samen met de Brandweer Antwerpen en Campus Vesta. En tijdens die rampenoefening hebben we eigenlijk gezien dat als we social media een onderdeel maken en gaan kijken naar hoe social media wordt gebruikt tijdens rampen en incidenten, dat mensen zichzelf online gaan organiseren. Het is niet alleen maar dat mensen vragen stellen online, het is ook dat mensen elkaar hulp gaan bieden. Met elkaar in contact treden, informatie gaan delen, maar ook elkaar gaan helpen, bijvoorbeeld door een lift aan te bieden, dekens, huisvesting. Het is dus niet langer meer dat mensen wachten op hulpdiensten om hun te komen helpen. Mensen gaan zichzelf organiseren, gaan zelf vragen stellen, gaan zelf hulp aanbieden aan elkaar. En dat is niet alleen directe hulp als in EHBO, reddingshandelingen. Het ligt eigenlijk veel meer op de dingen, de secundaire dingen. Bijvoorbeeld een lift naar het station of een plek om te overnachten. Dat soort aspecten zien we steeds meer voorkomen. Kun je iets meer vertellen over de oefening? De oefening zelf was een examen voor politie, brandweer en ambulance. En wij hebben daar, ik samen met mijn begeleider Bartel van der Wallen, associate professor hier op de Tilburg Universiteit, hebben wij daar een component aan toegevoegd dat gaat over social media. We hebben eigenlijk 200 mensen online gevraagd om mee te doen. Die hebben van ons een profiel toegewezen gekregen. En dat profiel kan bijvoorbeeld zijn, ik sta op het treinstation en ik wil mijn vlucht halen. Maar het kan ook iemand zijn die in de buurt woont en een vreemde lucht ruikt. Nou, al die mensen hebben wij de opdracht gegeven om mee te doen aan die oefening. Deels waren daar mensen ter plekke aanwezig die bijvoorbeeld foto's namen van de hulpdiensten die om hulp vroegen. Maar het grootste deel zat gewoon thuis. En vanuit hun profiel stuurden zij tweets de wereld in op basis van die profielen die we hun hebben gegeven. Stel het ongeval in de trending topics op Twitter. Je zou zeggen, zeer grote Twitteractiviteit rond dit ongeval. Er staat ook heel veel informatie vanuit een trein. Waarom doe je dit onderzoek? We doen dit onderzoek omdat we eigenlijk zien dat social media, en breder gezegd steeds meer van dit soort ICT-communicatie en informatietechnologieën, een belangrijke rol gaan spelen in de hulpverlening. We weten al bijvoorbeeld dat social media, communicatie in het algemeen, een belangrijke rol speelt. Dus hulpdiensten sturen informatie weg. Hulpdiensten, veiligheidsregio's, nationale overheden en zelfs internationaal gebeurt dat. Diezelfde organisaties maken ook steeds meer gebruik van social media om informatie over het incident te verzamelen. Bijvoorbeeld foto's van wat is er aan de hand. Of zelfs algemener nog om bijvoorbeeld stromen van mensen in kaart te brengen. Wat we eigenlijk zien is dat social media nog een derde component toevoegt. Mensen kunnen namelijk niet alleen met de overheid in contact treden of algemene informatie delen, maar ook informatie met elkaar. De grootste vraag op dit moment is eigenlijk nog voor ons, en daar richten wij ons op in ons onderzoek, is hoe gaan we hier invulling aan geven? Hoe gaan we ervoor zorgen dat al die innovaties, of dat nou Twitter, Facebook, Instagram, of zelfs straks misschien wel met Google Glass of al dat soort technologieën, hoe gaan we ervoor zorgen dat we daar in hulporganisaties, veiligheidsregio's, internationale humanitaire hulpverlening, daar optimaal gebruik van gaan maken. Als je het praktisch ziet, kun je een voorbeeld geven? Nou, bijvoorbeeld, stel je voor dat op Utrecht Centraal door het winterweer de treinen vastlopen. Daar stranden dan honderden, zo niet duizenden reizigers. Stel je voor dat je geen toegang had tot informatie- en communicatietechnologieën. Dan zouden we bijvoorbeeld gaan kijken naar de NS, het Rode Kruis, de veiligheidsregio Utrecht, om ervoor te gaan zorgen dat die mensen worden opgevangen. Mensen kunnen echter wel via mobieltjes, via social media in contact treden met mensen die ze kennen, maar ook met onbekende mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld een taxi delen, ze kunnen een lift aangeboden krijgen, een plek om te overnachten. En dat zie je dus, dat is ook gebeurd een tijd terug. Dus je hoeft dan niet meer honderden veldbedden naar Utrecht Centraal te brengen of een sporthal te regelen. Je kunt eigenlijk gaan zeggen, oh, wij zien dat mensen zichzelf wel helpen. Nou, voor die paar mensen die daar misschien niet in mee zijn, kunnen wij ingrijpen. Dus je kunt je hulpverlening veel gerichter en veel effectiever organiseren op die manier. Hoe gaat het nu verder met het onderzoek? Nou, we hebben nu één oefening gedaan waarin we eigenlijk die trend hebben gezien. We gaan nu verder kijken naar bijvoorbeeld andere oefeningen, met de veiligheidsregio's samenwerken, met hulpdiensten samenwerken. Maar ook bij grote internationale rampen kijken we, onder andere via Disaster Resilience Lab dat we hebben, naar hoe hier invulling aangegeven kan worden. Wat gebeurt er al online? Welke kansen liggen er? En dat zouden we eerst goed in kaart moeten kunnen brengen voordat we kunnen zeggen hoe hierop ingespeeld kan worden. En dat verschilt natuurlijk of we dat over een lokale regio hebben, een veiligheidsregio, de nationale overheid of zelfs de VN-organisaties.
Wat we wel weten is dat er kansen liggen voor ieder van die organisaties. En dat we die kansen in kaart moeten brengen en dan moeten gaan kijken hoe we daarop in gaan spelen. Kan het ook een bedreiging zijn voor organisaties? Nou, bedreiging is een groot woord, maar in die zin zijn er natuurlijk wel kansen die gemist kunnen worden. Je kunt bijvoorbeeld, mensen organiseren zich, het gaat toch gebeuren. Social media, ICT in het algemeen, die trein gaat voort. Je kunt eigenlijk niet meer zeggen als hulporganisatie, ja, wij doen er niet aan mee, wij zitten in onze schulp en wij verlenen hulp. Dat gebeurt gelukkig ook niet. Maar er komen wel steeds meer kansen bij en eigenlijk blijft dat voortdurend aanpassen en op inspelen. Het is niet eenmalig, wij ontwikkelen iets en we spelen erop in. Er moet voortdurend gekeken worden naar welke ontwikkelingen zijn er in de maatschappij en hoe kunnen wij daar in onze hulporganisatie optimaal gebruik van maken.